Van de uitgeklasse Arjuna Kuring. Van Nijkerk en David Soumal. Van Sint-Jeraal en Mike Hepman. We hebben voor Benik Aandor Mika Bosta. Van Nijkerk voor met een grote sterke man Daan Kastenburg. Met een paar kilootjes te zwaar was hij van de losprinters Thijs Naaman. En voor SC De Vijf hebben we Ilse Hoegema. Succes! Dan gaan we kijken die Hoegema pakken. Een slechte stap daar van Thijs Naaman. Hij wil zijn halve finale nog. Dan gaat het nou zeker niet lukken als hij deze twist hebben rijden. Maar een heel goed. De starter van 20 was Daan Vastenburg. Dat is Vastenburg op positie nummer 1. Hij komt als eerste de bocht op. Maar er zijn een grote man. De starter nummer 6 weer. Hoe heet hij? Toch maar. Dirkus Sikal was dat. En ook niet de paus vraagt. De man is helemaal gedaan. Gelijk zomaar weg. Dat betekent dat hij eens even kijken wie dat weer op de koel weer. Het tweede nummer 20 duurt. Daan Vastenburg. Hij heeft eerst de plek in handen. En ze doen nog steeds de broers aan. Hij is een broers. Hij is Thijs Naam op positie nummer 4. Maar niet de paus vraagt. Komt hij dan op het laatste stukje? Maar de paus vraagt het echt baan. Hij lijkt toch Daan te geworden voor de paus vraagt.